Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. Daar zijn we dan weer, vanuit Spanje. Hola! Het is vandaag dag 3 dat we hier zijn. En NEC die traint vandaag besloten. Mogen we dus niet bij zijn. Geeft ons iets qua vrije tijd. Dus wij zijn maar even het dorpje hier ingegaan. Plaatselijk pleintje. Kerstsfeer hier gelijk erbij. Maar goed, we zijn er natuurlijk wel met een nieuwe update. Gisteren werd bekend dat Lasse Schöne nog een seizoen blijft bij NEC. En daar hebben we over gesproken met technisch directeur Carlos Albers. En die is ook heel blij dat Schöne blijft. Ja, daar zijn we absoluut blij mee. Dat Lasse nog een jaar bij de club blijft en misschien nog wel langer. Maar we gaan het van jaar tot jaar bekijken in ieder geval. Omdat Lasse is fit nog steeds. Heeft elke week en elke training zijn bijdrage. En heeft er zelf nog veel plezier in. Nou, en dan is het hartstikke mooi dat we bij de start van het trainingskamp dat kunnen bekendmaken. Jij ziet dus ook nog wel echt dat hij voor toegevoegde waarde is voor het team. Ondanks zijn leeftijd. Absoluut. Want hij... Kijk, hij traint ook gewoon elke dag. Staat elke minuut van de training op het veld. Alle wedstrijden heeft hij gewoon tot op heden gespeeld. En daarin op zijn manier begeleidt Lasse en de spelers zeg maar, om hem heen. En het is gewoon een hartstikke fijn mens. Dus alles bij elkaar ja, is dat gewoon voor de club van hele grote waarde. Lasse Schöne dus bijgetekend, dat is goed nieuws. Maar er zijn al wat andere spelers waar ook de technisch directeur al mee heeft gesproken. Andere namen, Ivan Marquez natuurlijk. Ja, dat was eigenlijk al in het nieuws gekomen dat daarmee gesproken werd. Bart van Rooij is meegesproken, Dirk Proper is meegesproken en Soufiane El Karawany. Hoe staat het daarmee met die gesprekken? Ja, we hebben afgelopen week met deze mensen zeg maar, gesproken. Eerst een intentie getoetst hè, aan elkaar. We hebben de intentie om te verlengen überhaupt. Nou, die intentie is van beide kanten aanwezig. Daarop hebben wij een sportief plan gemaakt. Hoe zoals wij denken, hoe de spelers zich verder kunnen ontwikkelen. En van daaruit de stap naar een vervolgstap naar een andere club kunnen maken. Maar eerst zeg maar, bij NEC het fundament vergroten. Dus dat is eigenlijk de inhoud van het sportieve plan wat wij hebben voorgelegd. Daarbij hoort ook altijd... De centjes en de cijfertjes, nou, dat hebben we ook afgelopen week zeg maar, verstuurd. Nou, dit alles bij elkaar gedaan te hebben, wachten we nu op een reactie ja, van de andere kant. Dat betekent, er lopen meer contacten af. Dat, is daar te kennen gegeven dat jullie die niet gaan verlengen? Nee, dat niet. Nee, ik heb eerst zeg maar, deze 5 spelers, omdat je... Ja, een dag heeft 24 uur, even zo. En de andere spelers nou, pak ik hier op en daar gaan we de komende week ook mee in gesprek. Dan wordt er gesproken over spits of er wordt gesproken over vleugelspelers. Waar ligt volgens jou echt de prioriteit daar? Nou, in ieder geval in een aanvallende versterking. En omdat we alle posities dubbel bezet willen hebben, kijkende naar onze voorhoede waarin we 2 centrale spitsen hebben. Tafsan aan de rechterkant, Sissoko aan de linkerkant, wat in onze ogen zeg maar, echte aanvallers zijn. Natuurlijk kunnen we daar met Matson, Doelund, kunnen we ook uit de voeten. Alleen als we kijken naar echte aanvallers, zien we dat 4 en dan zien we aan de buitenkant dat die positie enkel bezet is. Dus daar is zeg maar, de eerste focus en tegelijkertijd houden we voor alle posities voorin onze ogen en oren open. De trainer, heb je daar al mee gesproken? Ja, we hebben even kort van gedachten gewisseld. Alleen zeg maar deze week zit ik ook nog met de trainer om daarmee van gedachten te wisselen. Gewoon om even te polsen en te kijken hoe en wat. Alleen prioriteit ligt even bij de spelers. Voor jou natuurlijk een korte tijd, maar om dat met hem te evalueren. Is dat misschien daarom ook een reden dat je dat iets verder weg nu staat? Ja, is ook zo. Hè? Omdat je ook zeg maar kijkt nou, een stukje van ja, hoe zijn eerste match, hoe zijn eerste samenwerking. Past dat bij elkaar? Ja, dat kijk je ook. En dat is deze week ook mooi om te kijken. Dus wat dat betreft ja, willen we het zo aanvaren. NEC traint vandaag dus besloten. Daar kunnen we niet meer bij zijn. Maar morgen zijn we er uiteraard weer met een nieuwe update. En dan in de update Dirk Proper. Graag tot dan.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Koffie at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. RN7 support NEC maatschappelijk.